Hoi, Lingewaard Fit, week 4 komt eraan. Ik zit er alweer klaar voor. Ik hoop dat jullie lekker bezig zijn met alle filmpjes die voorbij komen. En dat je inderdaad ook misschien wel wat fitter bent gaan voelen. Dat zou mooi zijn. Maar de stoelyoga. Misschien hebben jullie het al wel kunnen ervaren of ga je het vandaag voor het eerst doen. Ja, eigenlijk is het voor iedereen geschikt, ongeacht leeftijd. Niveau van de oefeningen kunnen doen. En zeker op de stoel maakt het eigenlijk voor iedereen toegankelijk. En daarnaast heeft het ook echt wel een aantal voordelen. Misschien heb je ze al mogen ervaren. Ik ga ze in ieder geval eventjes noemen. Eén daarvan is dat de yoga-oefeningen je kunnen helpen bij balans en stabiliteit. Heel veel oefeningen zijn juist balansoefeningen en door ze uit te voeren stabiliseer je jezelf en maak je je spieren sterk. En daarnaast houdt het je hoofd, je brein, hersenen scherp. Lichaam en geest zijn met elkaar verbonden. En als je je verricht op je ademhaling en je eigen lichaam, zul je merken dat je je geest wat meer kunt ontspannen. En wat meer helderheid krijgt. En misschien zelfs wel eens wat zorgen wat meer achter je kan laten. En daarnaast zorgt het voor flexibiliteit. Helaas voor haar, als we ouder worden, ook ik moet eraan geloven, neemt onze flexibiliteit af. Maar door het rekken en strekken kan je de flexibiliteit juist een beetje op peil houden. Nou, en iedereen zal het weten, bewegen is altijd goed voor je. Zeker om je spieren en botten sterk te houden. En als laatste, het kan je ook echt wat blijer en gelukkiger maken. Door zeg maar met je lichaam bezig te zijn, kunnen emoties wat meer reguleren. En kan je zelfs angstige of negatieve gedachtenpatronen doorbreken. Nou, hoe mooi zou dat zijn? En daarnaast is het ook gewoon wel een leuk uitje. Stoelyoga. Je gaat erheen voor jezelf. Je doet het met anderen samen, het is ook nog een beetje een sociaal gebeuren en wie weet hou je er nog leuke contacten aan over. Nou, wil jij ervaren wat stoelyoga voor jou kan betekenen, dan zou ik zeggen pak een stoel en doe met me mee. En als dat nu niet lukt, misschien kan je een keertje aansluiten bij een van mijn lessen. Nou, dan kan je even een berichtje sturen naar saskia@lingewaardfit.nl of je kijkt naar mijn website www.saskiahofman.nl. Als het goed is, start de volgende week lessen buiten. Ik ben stoelen aan het regelen en er is waarschijnlijk een prachtige locatie. Dus ben je nieuwsgierig? Je bent hartstikke welkom. Ik ga mijn stoel klaarzetten en dan gaan we starten. Zitten in je stoel. Zorg ervoor dat je goed op beide zitpadjes zit. Mijn voeten staan onder mijn knieën. Mijn knieën die staan op heupbreedte. Mijn handen leg ik ontspannen op mijn bovenbenen. Mijn schouders zijn laag. Mijn rug is van de leuning af. Ik maak een lange rug. Mijn kin is iets in, zodat mijn kruin omhoog kan wijzen. En sluit dan rustig je ogen. Adem maar eens diep in door de neus. En blaas uit. En kom dan met je aandacht in de ruimte waar je bent. Ben je bewust van waar je zit? Misschien wel naast wie je zit. En kom dan met je aandacht bij jezelf.
zacht kan maken. Terug. Dan pak je de andere kant. Neem je
rechterarm mee. Wat we gaan doen, onze linkerarm komt weer omhoog en dan komt de rechterarm erbij. Als dit te zwaar voor je is, dan laat je de rechterarm rustig op je been liggen en anders twee armen opzij. Span die buikspieren aan, trek je navel in en misschien ga je wel een beetje trillen. Zelf hoe ver je opzij kunt gaan. Hou rustig door. En is het te zwaar, dan leg je je linkerhand aan op je been. Weer overeind en door naar de andere kant. Mezelf even om zodat je het kan zien. Dus mijn handen zijn in elkaar en mijn duimen die draaien onderlangs mijn rug door naar beneden. Puntje van de stoel en duw die schouderbladen naar elkaar. En je kan je hoofd een klein beetje omhoog brengen. Schouderbladen tegen elkaar. De borst die komt naar voren. Maak je de handen los. Dan schuif je de handen weer in elkaar. Duimen draaien weer naar onder. En dan duw je je handen naar voren. Je hoofd gaat een beetje in. Je trekt je navel in. En je maakt een bolle rug. Kom je weer terug in het midden. En herhalen we deze nog een keer. Dus je handen achterlangs. Duimen glijden via je onderrug langs je billen naar beneden. En dan kan je die schouderkoppen naar elkaar toe duwen. Je borst breng je naar voren. Die lift je omhoog. Je kin wijst omhoog. Zet je borstkas maar open. Duimen onderlangs.
Zet je armen even lekker los. En dan plaats je je handen voor op de knieën. Je zit nog steeds op het puntje van je stoel. En kijk of je je ribbenkast, je bovenlichaam, van voor naar achter kunt bewegen. Dus je duwt je borst naar voren, je schouders gaan naar achter. En dan trek je je navel in alsof je een stomp in de buik krijgt. Kijk maar alsof je dat rustig voor jezelf een aantal keer kunt doen. Kijk maar of je die ribben en je ruggenwervel een beetje flexibel kunt houden. En je brengt je gewicht naar voren, je billen gaan naar achter en het gewicht naar achter. Naast elkaar, mijn knieën zijn naast elkaar en dan glijdt mijn linkerarm langs mijn rechterbeen naar beneden en ik til mijn rechterarm omhoog. Ik kijk naar mijn rechterhand en met mijn linkerarm duw ik tegen mijn knieën aan, waardoor ik mijn schouders open kan draaien. Schouder naar achter en draai je weer terug naar voren. En kijk je op je rechterschouder en probeer dat in een vloeiende beweging af te wisselen. Zitpotjes blijven op de stoel, je voeten blijven op de grond. Puntje van mijn stoel
mijn handen achter op de stoel en mijn vingers die wijzen naar mijn billen. Ik breng mijn schouderbladen naar elkaar toe en dan zul je merken dat je borst eigenlijk al vanzelf wat omhoog komt. Kijk maar of het lukt om je borst zo ver mogelijk naar voren en omhoog te duwen. En ik kijk naar het plafond. Duw die schouderkoppen naar elkaar. En kijk of het lukt om één been te strekken. Staan. Ik plaats mijn handen op het midden van mijn stoel. Mijn benen gaan naar achter. En dan voel je de strekking achter in je benen. Dan buig ik mijn rechterbeen. Dan kom ik met mijn gewicht wat naar voren. Mijn schouders zijn boven mijn handen. En mijn linkerhak van het been wat gestrekt is, duw ik in de grond. En dat wissel ik rustig af met mijn andere voet. Ik maak een lange rug, een lange nek en duw die hak in de grond.
voor. Mijn linkerbeen blijft gestrekt. Mijn rechterbeen is gebogen. Mijn knie zit boven mijn tenen. Mijn rechterhand is op de stoel. En ik strek mijn linkerarm. Ik zet bij, mijn rechtervoet gaat naar achter, mijn rechterarm komt omhoog. Maak een lange rechte lijn van mijn arm en mijn been. En is het te zwaar, zet dan rustig je hand weer bij. Ontspannen naar beneden hangen en ook mijn hoofd.
waarop staan, die is licht gebogen. Wisselen we van been. Ik draai voor jullie even mijn stoel. Ik zet mijn linkervoet op de stoel. Mijn rechterbeen is gestrekt. En dit been staat krachtig en sterk in de grond. Ik draai mijn bekken open. Je kan je handen in de zij zetten. En recht vooruit kijken. Of je neemt je armen mee omhoog. En kijk omhoog. Dan zoek je balans. Het gewicht staat op je rechterbeen. Je schouders zijn laag. Laatste nog één keer.
Strek je benen. Neem je armen mee. En hou vast. Laat dan eerst je rechterbeen rustig zakken. Dan je linkerbeen. Sluit maar even je ogen. En open rustig je ogen. En dan mag je komen staan. En klaarmaken voor de eindontspanning. En zorg ervoor dat je goed op beide zitpotjes zit. Je mag je rug tegen de leuning aanleggen. Mijn handen zijn ontspannen op mijn benen. En als je goed zit, rechte lange rug, je schouders zijn laag, je kin is iets in en sluit dan rustig je ogen en doe maar met me mee. Adem maar eens diep in door de neus en blaas uit. Schouders, span je aan, til ze op.
en ons gezicht aan te spannen. Als het goed is, hebben we allemaal de ogen gesloten. Dus we kunnen ons rare gezicht dan toch mooi niet zien. Dus sluit je gezicht, je ogen zijn al gesloten en span alles aan. Zich weer ontvouwen, zich weer openmaken. En dan vraag ik jullie om alles nog één keer aan te spannen, alles tegelijk. Dus mijn benen komen naar voren, ik span mijn voeten, mijn benen, ik vuist mijn handen. Armen, schouders en gezicht. Span alles aan. Mijn billen. En ontspannen. Laat alles rustig in die stoel hangen. En blaas uit. Zo, stoelyoga sessie 4 zit er weer op. Ik hoop dat jullie je weer lekker in je lijf voelen. Wat ontspannenheid kunnen ervaren. En mocht het nou smaken naar meer, zoals ik aan het begin al zei. Volgende week gaan er buitenlessen starten. Je hoeft eigenlijk alleen maar jezelf mee te nemen. Ik zorg voor de rest. En je bent hartstikke welkom. Dus heb je inderdaad interesse? Check dan nog even op de website van Lingewaard Fit. Daar komt ook de informatie te staan. Je kan mij een berichtje sturen via saskia@lingewaardfit.nl of kijk even op mijn website www.saskiahofman.nl. Fijn dat jullie weer gekeken hebben. Ik ga jullie volgende week weer zien. Dan gaan we naar week 5 alweer. Het schiet op. Nou, dag!